En naast de basisaardappelpannenkoekjes kan je ook andere variaties maken. Ik ga lekker gestoofde peertjes eten. Zometeen de laatste beslag afmaken en die gaat hierin. En mijn aardappelpuree beslag zit er nu in. En dan moet ik eventjes geduldig wachten totdat de onderkant bruin genoeg is. Nou, mijn aardappelpannenkoekje is een stukje groter dan die voor mijn man heb gebakken. Voor hem bak ik meerdere en voor mezelf één. Nou, hoe groter de aardappelpannenkoekje is, hoe minder het is om hem om te draaien. En je ziet het is niet zo mooi gelukt het omdraaien bij mij, maar ik heb zin in eten. En het is en blijft lekker. Dus het maakt niet uit of het nu donker is of licht. En ik ga hem nu afmaken met kurkuma en zwarte peper. Kurkuma is goed tegen je lichaam schoon te maken of te houden, dat is nog beter. Goed tegen lipomen en om je lever te reinigen. En zwarte peper komt erbij op, want kurkuma wordt heel slecht opgenomen door bloed, in je bloed. Zoals je ziet, ik heb er heel veel kurkuma op gestrooid, want ik ben er dol op. En een paar plakjes smeltkaas erop. En ik ga heerlijk genieten van mijn eten. Eet smakelijk allemaal. En bedankt voor het kijken naar mijn movie. En ik zou zeggen, laat een reactie achter. En kom ook af en toe langs op mijn live chat. Bye bye.